Simpelvaartdag 2020, volop in coronatijd. We zijn aan de Kooltermeer in Devensvaart aangekomen. En de anderhalve meter samenleving is hier dus ook duidelijk te zien. Misschien ook niet te zien. Ik weet het niet. Iedereen mag zelf bepalen. Maar dagjesmensen zijn massaal opgekomen hier aan deze recreatieplas in Devensvaart. Ik heb geen mededeling gehoord dat mensen thuis moesten blijven of gevraagd werden niet te komen, zoals in landelijke nieuwsberichten wel het geval is of was, moet ik zeggen. Mensen genieten volop van fietstochtjes, van zonnebaden en ook van zwempartijen in het frisse, koele water. Ja, anderhalve meter samenleving, het nieuwe normaal. Dus ruimte genoeg nog, dat is het probleem niet. Al bij al verloopt het hier rustig en redelijk volgens de afspraken. Ja, zwemmen hoort er ook bij, alhoewel in dit gedeelte of in dit deel van de plas is het behoorlijk diep, heb ik begrepen. Adi, waar is het gele ding? Welke? Waar is het blauwe ding? Dat weerhoudt er toch een aantal kinderen niet van om lekker in het water zich te vermaken in het water. Nog maar een klein stukje hout vol. Ja. Moe. Luca. Ja. Hoeveel likes van deze TikTok? Pas TikTok. 500 likes. 2000. En volg Ali. Hoe lang zitten jullie al in het water? Nee, niet. Ja, echt al 15 minuten. 15 minuten. Nou, dan zit je daar tot met daar. Zo. Ja, dan zullen jullie wel moe zijn, neem ik aan. Ja, weet ik. Ah, ben je nog steeds aan het filmen? Nou. Ja. Ja, mensen zoeken de zon op aan het strand of aan de plassen. Maar dieren zoeken de schaduw op